Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben we hier? Even naar de wandel. Ja. Die jonge koningin is die met me een mooi. Nou, even verkeerd maken, maatje. Hoe oud is hij? 4 jaar. Ja, we hebben nu 5 maanden. Mijn dochter rit erop. En die gaat hij vindt de microfoon lekker. Ja, die gaat hem mij naar les en zo. En het is de bedoeling dat hij er maar wedstrijden rijden gaat en zo. We gaan het alles nog leren. En de dochter zit nu op school, denk ik? Die zit op school, ja. En ik woon een blokje om, dus ik denk, hij met maar één mooi. Of zij met maar één mooi. Ja. Hé? Heb je zelf ook wat met hinders? Ja, ik heb zelf wel weer rijden. Dus ik heb wat last van de knebels, dus ik kan zelf niet goed meer rijden. Ik heb ooit een auto-ongeluk gehad. Dan heb ik de knebel verbrijzeld en dan heb ik daarna nog wel heel lang rijden. Dat is al 20 jaar geleden. Maar nou is de oren die is wat versleten. Dus nou krijg ik gewoon te volle lijst. En dat, ja. En dan ben je wat bang om te vallen. En dan vallen en hysterie, dat gaat niet samen. Angst en hysterie. Nee dat viel dus hè? Ja, dus ik zit heel enkel los op deze. Altijd net om liek hoor. Maar oorzaak kom ik er net meer op. Nee. Nee, dat is wel bijzonder. Dat hinders dat vielen hè? Ja. Angst vielen ze. Ja. Ja. Hoe verneem je dat? Ja, nou ja, wij hebben door angst en hij werd bang. Ja, nee, ze vielen. Als je angstig bent, dan vielen ze dat. Dus dat is heel bijzonder, ja. Maar goed, dat moet je dan onder rekening zijn. En hoe lang rin je normaal om? 4 kilometer. Ik ben op een plaats daar. Dus dan ring ik de squallen langs. En dan ging ik zo weer om. Dus 4 kilometer. Ja. Dus wij zijn toch als een hond? Ja, dat zou ik ook in de buurt. Ik zou ook met de hond en met de pony te keuren. Ja.